4 uur maar brood. Eet om 4, dubbele klank, uur, 2 u's, maar, 2 a's, brood, 2 o's. Het is duidelijk, schrijven begint met de woorden voor jezelf goed, hardop en meestal overdreven duidelijk uit te spreken. En zeker in het begin zal dat niet meevallen. Je krijgt al snel de indruk dat je je zit aan te stellen. Maar het is de enige manier om gevoel te krijgen voor de afzonderlijke klanken die moeten worden opgeschreven. U kent deze aapjes. Het is het symbool voor horen, zien en zwijgen. Maar het zou verstandig zijn om daarvan te maken horen, zien en schrijven. Dat was het. Tot de volgende keer. Horen, zien en schrijven kunt u weer volgende week maandag om 7:15. Dan presenteert Margreet Scherphuis les 11. Bij Taal van alle dag zijn ook leerboeken. Boek 1 hoort bij de programma's Beter leren lezen. Boek 2 hoort bij de programma's Beter leren schrijven. En boek 3 hoort bij Beter leren spreken en luisteren. Die boeken kosten 10 gulden per stuk. U kunt ze bij Teliac in Utrecht bestellen. Het gironummer is 54 42 32. En wilt u er wel even bij zetten om welke boeken of welk boek het gaat. Voor vragen over Taal van alle dag en voor je vragen over de schrijfgroepen kunt u tijdens kantooruren bellen naar de reactietelefoon van Teliac 030 936 641. 030 936 641. Dit was het weer voor vandaag. Graag tot volgende week. Maar morgen zijn we er ook weer met om 7:30 de taalkursus Engels. En dit keer met een herhalingsles.